Oeps. Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Tata! Een prachtige smart, die hadden jullie al gezien. Pas geleden hebben jullie ook gezien dat er bij de Dumpert competitie vier auto's gebouwd werden. Hop! Ah, bijna. Oh, oh nee! Yo. We hebben het degelijk gemaakt! Ja, dat was een beetje moeilijk met de motor voorin en alles. Dat is behoorlijk zwaar. Heb je heel veel gewicht nodig om die neus van de grond te krijgen. Maar dat treft, want bij deze auto zit namelijk de motor achterin. Dus ik denk dat goed moet komen. Dat gaat wel leuk worden, denk ik, hè? Ja, dat denk ik wel. Hoe lang zullen we hem gaan maken? Ja, precies. Lang genoeg, want hij moet wel een serieuze wheelie maken. En ook hoog genoeg natuurlijk. Dadelijk blijft hij staan. Ja. Dan moeten we afzetten op de grond, zo met je voet, en dan terugduwen. Een wheelietje eraan, zwenkwiel, hè? Kunnen we wel rijden. En dan moeten we wel ook gelijk even de remmen apart aansluiten. Dan kunnen we ook bochten maken als hij... Ja. Er komt geen einde aan. Dat is wel lang genoeg, hè? Hoppa! Even testen of je doorzakt. Ja, nou nog een stuur, denk ik. Dit is lastig sturen. Tenminste, bij dat stuur kennen we niet meer bij. Dus die moeten we misschien eventjes ergens anders zetten. Hey, diesel! Zo, dat zit ook niet erg vast. Hey Dirk, wat heb je daar gemaakt? Nou, kijk, dit gaan we hier maken zo meteen. Stangetje ertussen, stuur erop en dan kunnen we hier sturen als het goed is. Ja, wat je daar hebt was het stompje wat ik daarnet afgeslepen had. Kijk, hier hebben we daar twee buisjes die in elkaar passen. Dus hebben we een provisorisch lager gemaakt. Past dit in zo? Oh. Oh, net echt hè? Deze echt. Dit is vakkundig, maar even nog een beetje fine-tunen. Hoppa! Hey. Elektrisch gaspedaal verplaatsen. Gelukkig hebben we nog kroonsteentjes. Dus moeten we een kabeltje van daar naar daar brengen en hebben we de connector daar afgeknipt met een paar kroonsteentjes. Twee kabeltjes en die moeten daar dan weer aan vastkomen. Wow, kijk nou hier joh. Wat een chic elektrisch gaspedaal. Gelukkig is de motor nog net niet elektrisch. Ja. Ja, die is wel versleten. Eigenlijk hadden we natuurlijk liever gesoldeerd, maar we weten niet in welke verhuisdoos de soldeerbout zit. Ik denk dat we nodig meer verhuisdozen moeten uitpakken. Dan hebben we ook veiligheidsbril aan de oorkappen. Maar ja goed, voor nu werkt het wel. Zo werkt dat prima toch, hè? Ja, dit is gewoon vakkundig in elkaar gebeund. We geven de band oppompen. En dan kijken of het verlengde gaspedaal werkt. Ja. En verlengde stuurkolom. En onze prachtige handrem, daar. Ideaal. Kunnen we handrembochten maken. Dat zal niet echt werken, denk ik, maar ja, het moment van de waarheid. Laten we eens kijken of dat hij wat doet. Ik kan het zeggen, laten we de accupolder opzetten en zien of dat hij überhaupt wil starten, want... Ja,
Het is dus een gerobotiseerde handbak. Alleen de robot die ligt af en toe een beetje te slapen, lijkt het op. Dan gaat hij weer niet neutraal. Eén. Staat hij weer in zijn één. Dat hadden we niet besteld. Oh nee! Oeps. Het is kapot. Had hem nou toch maar laten afbranden toen hij in de fik stond toen we aan het lassen waren. Dat had een beter idee geweest dan. We waren er een keer jongen, vanaf. Jongen, wat een gezeik zeg. Oh. Nu neemt dit hier. Oh! Oh! Hey! Oh? Hey, maar dan gaat hij misschien wel in neutraal. Hey, is hij neutraal? Kijk eens. Oké, nu hebben we een ander probleem. Oké, start onderbreker eraf. Heb jij goed ge... Hey! Hij doet dit! Jongen, wat een luxe vandaag, hè? Vet! Oké, hoe gaan we het doen? Ga jij daarboven zitten en dat ik hem eens achteruit zet hier of zo? Ja, nou, ik heb wel even op de rem. Ja, we hebben dus een probleem. Het schakelmechanisme dus zit dus nog beneden. Dat hebben we nog niet verlengd. Ja, dat is een kleinigheidje. Detail. Oh! Dat heb je niet nodig om te rijden, of wel? Het smeert wel goed. Ja, dat wel. Zo. Weer. En de rem is goed ook. Oh, dat gaat goed. Ja, hè? Als je nou hard remt. Oh. Dat werkt gewoon al. Ja. Nou, we gaan eens even kijken. Oeps. Zal ik er al staan? Ja, doe eens. We staan op de grond. Ups. Oké, geef eens gas. Ja, ik zal hem even uitzetten. Misschien moet je hem even terug recht zetten. Gaat hij al recht als je eraf gaat? Oké. Pas op, Dirk. Ja, ja. Zie dat hij niet afgelanceerd wordt. Hey. Oké. Okay. Vet. Ja, dat gaat wel goed, hè? Dit gaat eigenlijk heel erg goed. Ja. Hoe mooi is dat? Vet. Kunnen we dat nog een keer doen? Ja, natuurlijk. De gewichtsverdeling is wel echt perfect. Ja, dat dacht ik ook. Ja, ik kiep wel lekker, hè? We hebben echt wel een extra wieltje nodig, denk ik. Want dat blijft zomaar staan. Dus dan kunnen we ook mooi verder rijden, hè? Zo verder rijden, ja. Wel een beetje extra olie in de motor. Want volgens mij vond die het minder leuk. Ja, die begon een leuk geluidje te maken, hè? Het begon al een beetje te rammelen. Ja, precies. Maar ik vond het zeker geen slechte testrit. Ik vond het eigenlijk een verdomd goede testrit. Als jullie dat nou ook vonden, geef maar even een duimpje. En als jullie verder nog goede ideeën hebben, zet ze maar even in de comments. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende!